Hier in de prachtige tuin van Walter Fens ben ik samen met cameramannen Ad van Dijk en Peter Maas op bezoek. En waarom zijn we hier? Wij zijn hier op uitnodiging van Walter om eens kennis te maken met zijn hobby. En dat zijn flipperkasten. En niet zomaar wat flipperkasten. Nee, flipperkasten met een hele duidelijke moderne uitstraling. En hij weet er alles van. En wij weten er eigenlijk heel weinig van. Ik ga eens aan hem vragen. Walter, hoe komt er iemand bij om, buiten het feit dat je dat vroeger in een café en een friettent tegenkwam, om een verzameling met flipperkasten aan te leggen? Wat is er gebeurd met je? Ja, ik hou zelf heel veel van licht en geluidjes. Ja? Dus ja, dan komt al heel snel in een flipperkast terecht. En niet de oudere types van vroeger, want nee, daar heb ik dus weinig mee. Ja? Maar de allernieuwste flipperkasten, die hebben zoveel mooie geluid en zoveel mooi licht. Ja, zo komt het dan weer terecht in een hobby. Dan komt de eerste. Ja, maar toch moet jouw roots toch ergens ook liggen. Niet bij deze. Want ik heb het idee dat je al veel langer bezig bent. En dit zijn spiksplinternieuwe. Ja, ik ben natuurlijk al langer bezig. Ik heb ook jukeboxen staan. En nou ja, van de jukeboxen die ik heb, dan komt er weer in iets nieuws terecht. En toen ging ik eigenlijk voor een Amerikaanse koelkast weg. Oh. Ja, die vond ik eigenlijk heel weinig. Ja, er gebeurt weinig in de Amerikaanse koelkast. Je kunt er de ijsblokjes mee maken. Ja, nou mooi. Maar ik dacht, iets nieuws. Nou, en toen heb ik bij die meneer een flipperkast mogen zien. Ja. Ja, zo. Ja. En jij was ja, verloren. Gelijk. Je was de klos. Ja, gelijk de eerste meegenomen. Ja, en dan gaan we alles uitzoeken van, waar worden er nog gebouwd? Nou, die worden nog steeds gebouwd in Amerika. Ja. Is er nooit in Europa een fabriek geweest die dingen heeft gemaakt? Dit is dus van een Nederlandse producent. Dus deze flipperkast. Ja, en die hebben momenteel op het ogenblik maar één item. Dus deze kast. En daar hebben ze het eigenlijk zo druk mee. Want ook deze flipperkast gaat eigenlijk over heel de wereld. Kopen ze dus een Nederlandse flipperkast. Ik heb hem nog niet. Dus misschien kan ik hier wel zeggen tegen de leverancier van, het wordt eens tijd dat hij naar mij toe komt. Dus misschien bij het volgende filmpje hebben we hier een Big Lebowski staan. Heel Nederland kijkt naar Omroep Drimmel, dus ik ben ervan overtuigd dat die man gaat kijken. Ja, ik weet zeker dat hij nou zegt, nou Walter moet deze kast wel komen. Ik heb allemaal de kasten uit Amerika. Maar ze doen toch eigenlijk allemaal hetzelfde? Je schiet een kogel erin en dat ding staat te pingelen en te rammelen. En aan het einde van valt die kogel in een mandje en het is afgelopen. Ja, dat zijn echte beginnelingpraatjes. Ja, toch? Maar als je dus de kasten van tegenwoordig hebben zoveel onderliggende spelletjes wat je allemaal moet doen. Nou, eer dat je een kast precies uitgevonden hebt wat je allemaal moet doen. Ben een jaar verder. Ja, zeker. Ja. Zeker. Daar redden we niet, denk ik. Maar je hebt er nou 7 staan, dus je bent 7 jaar al bezig geweest om die kasten te leren kennen. Ja, ja, maar zelfs ik weet nog niet hoe ze moeten spelen. Ik heb een aantal vrienden die bij mij altijd graag komen flipperen. Ja, daar gaan we straks even naar kijken, hè? Ja, dat is ook zo. En ik heb dan eindelijk, ieder persoon heeft dan iets mee in kast. En straks zien we bijvoorbeeld Alfred, die is, dat zien we hier. Die is helemaal gek van de Hobbit. Ja. Ja, en die jongen wil alles weten van die Hobbitkast. Ja. Nou, en dan vertelt hij dan tegen mij weer. En dan hoef ik het zelf niet uit te zoeken. Maar nou kan ik me voorstellen dat iemand 1 kast koopt. En dan zet je die neer en daar ben je dag en nacht mee bezig. Ja. Maar iemand die er 7 neerzet, Dat is toch een schroefje los. Niet alleen in de kast, maar ook in hem. Ja, misschien wel een balletje, zou ik zeggen. Maar ja, dit zijn de 7 die ik hier heb staan. Maar ik heb er nog ergens een paar staan. Dus de oudere heb ik ook nog. Maar op een gegeven moment, ja, ik zit hier beperkt met mijn ruimte, dus ik heb hier voor mijn gevoel de 7 waar ik het liefst op speel, zeg maar. Ja, maar als jij dus de ruimte zou hebben, zou je er wel 10, 12 om je heen hebben? Ja, dan, in Nederland is toevallig een flipperkastmuseum, ja. Dat is er al. En, maar als daar niet zou zijn, dan denk ik dat ik degene was die wel een flipperkastmuseum ging maken. Ja, maar zonder te namen te noemen, ik weet dat jij dagelijks met hele andere dingen bezig bent. Hoe vind je nog tijd om al die flipperkasten, want je hebt er dan wel een stuk of 10, 12, om daar allemaal je tijd aan te geven? Ja, heel moeilijk. Ja. S'avonds als ik thuis kom, dan, want ja, we werken tot 8. Dan na 8 uur, bijvoorbeeld vrijdagavond, dan gaan hier de kasten aan en dan komen ze overal vandaan om even bij mij niet te komen spelen. Ja. Nou, en het is vandaag vrijdag, dus het wordt vanavond druk. Ja, vanavond is het hier druk, ja. Ik vind het eigenlijk een goed idee om daar dadelijk eens even naar te gaan kijken, want ze staan hier achter. Ja. Die ruimte heb je er speciaal voor ingericht, heb ik begrepen. Ja. Want ik heb het idee dat daar vroeger de harken en de schuppen hingen. Walter, nou zijn we er echt in het heilige der heiligen. Overal waar ik kijk, ik zie alleen maar flipperkasten en flipperinformatie, dat is echt jouw verzameling. Dit is het. Hier staan de belangrijkste kasten waar ik zelf het liefst op speel. En
Als ik nou bij de eerste ga, die gaat over Jurassic Park. Ja. Wat heeft Jurassic Park nou met een flipperkast te maken? Ja, in wezen niets. Maar in Amerika zoeken ze dus licenties die ze kunnen kopen. En zo maken ze van, proberen ze van iedere film of belevenis proberen ze flipperkast te bouwen. Ja, ja. En dit was in dit geval Jurassic Park, maar ja. deze kan ook best gebruikt worden voor iets anders. Dit thema is de Jurassic Park. De kastmaat is altijd hetzelfde. Dus op een gegeven moment kan deze kast ook gebouwd worden voor andere thema's. Ja. Ja. Het model komt me heel bekend voor. Ja. En je stond hier en er zitten twee van die knoppen aan de zijkant. En je trok er aan en die bal die vloog alle kanten uit, behalve de goede. Ja. Doet hij dat nog? Ja, dat klopt. Eigenlijk is het spelletje hetzelfde gebleven. Dus er zitten bij deze hier zit er ook een flipper boven. Twee flippers beneden. We kunnen de kast zetten op 3 ballen of op 5 ballen. Nou, het spelletje is hetzelfde. Je schiet de bal weg en je probeert in dit geval bij het Jurassic Park alles wat de kast aangeeft. Hier zit een beeldscherm in. En alles wat de beeldscherm aangeeft, zou het fijn zijn dat je dat deed tijdens het flipperen. En je hebt maar 2 dingen om dat te doen. Knop rechts en knop links. Ja, eigenlijk net zoals vroeger. Start, beginnen, knop links, knop rechts en flipperen. Ja, maar dus hij kan alleen maar dat ding terugschieten. Alleen er zitten tegenwoordig, dus vergeleken met de oude flipperkasten, hier zitten tegenwoordig hele computers in. En hij geeft aan wat je eigenlijk moet gaan doen. Maar heb je dan invloed? Je kunt alleen maar op je knop drukken. Nee, zo is het niet. Er zijn zelfs wedstrijden van, dus degenen die dit echt oefenen, die weten precies per kast wat ze moeten gaan doen. Want het gaat om het hoogste aantal punten. En heb je het hoogste aantal punten per kast, ga je nog het volgende niveau doen. Oké, nou gaan we ze niet allemaal proberen, maar ik hoop toch wel dat we de cameramannen hier zo kunnen krijgen dat jij iets gaat laten zien. Dat je alleen maar op 2 knopjes hoeft te drukken en dan miljoenen punten bij elkaar kunt scoren. Ja, dat zou wel heel mooi zijn, maar we kunnen er zomaar in een zinnetje proberen. Nou, de vorige had er 4.065.200. Ja, maar dat red ik niet. We gaan het straks wel eens even proberen. Oké, zeg je hem nou eerst op 0 dan?